Welkom bij de yoga in Deventer en omgeving. Nou, we zitten weer in een nieuwe fase van het coronavirus. En dat is dat we binnenkort allemaal het vaccin kunnen ontvangen. Maar ja, dat vaccin, daar zitten natuurlijk vreemde stoffen in. En dat lichaam, dat moet een klein beetje vechten om dat grote gevecht, wanneer dat virus binnenkomt, te kunnen doen. En daarom kun je je lichaam heel mooi voorbereiden met stilte, met meditatie, ook met yoga. En yoga de immuniteit. Maar met visualisaties en met meditatie om al een bepaalde instructie te geven aan dat lichaam. Wat het moet doen als dat vaccin komt. En wij hebben natuurlijk de chakra's, de energiegebieden in het lichaam. En die kunnen we mooi activeren. Al voordat dat vaccin komt. Dus dit is een hele goede voorbereiding, de vaccinmeditatie, op wat er komen gaat. Nou, laten we samen deze mooie meditatie doen. Kom lekker tot zit. Kan op een stoel, kan op de grond zijn of op een stoel. En dat is al heel mooi symbolisch om de handpalmen omhoog te doen, want je ontvangt het vaccin. Je draait even je schouders los naar achteren toe. En je laat ze zakken. Je beweegt je hoofd een beetje zo van linkeroor naar linkerschouder naar voren toe, rechteroor op rechterschouder. En de andere kant op. Je bent je weer bewust van je ademhaling. We hebben drie ademruimten. Een borstademhaling, een flankademhaling en een buikademhaling. Voel je ze ook. Pak eens de eerste kleur die in je opkomt wanneer je aan dat vaccin denkt. En die kleur, die hou je vast tijdens de meditatie. Nou, je visualiseert waar dat vaccin je lichaam ingaat. En zo gauw dat vaccin je lichaam inkomt, dan wordt het eerste chakra, dat wordt geactiveerd. Dat is de energie onderaan bij je stuitje. De kleur rood. De Muladhara chakra energie. En zie eens dat deze rode kleur, deze rode energie vanuit dat stuitje, dat na dat vaccin toe gaat, dat die kleuren zich vermengen. En die eerste chakra-energie, die zorgt ervoor dat er een soort acceptatie komt in het lichaam. Dat het lichaam het opneemt, het vaccin. En dat er geen bijwerkingen komen. Je kunt je adem nog gebruiken door er naartoe te ademen naar die kleuren. En heel veel stoffen worden afgebroken door het lichaam van dat vaccin. En stel je dat ook voor, dat bij elke uitademing, dat er via je billen of je benen, dat die stofjes, als ze hun werk hebben gedaan, het lichaam verlaten op een uitademing.
Voel het matje of de stoel onder je billen. En bij elke uitademing laat los als het het werk heeft gedaan. Misschien voel je de stilte al, de rust van de eerste chakra-energie. En vanuit die stilte, vanuit die ontspanning, werkt het natuurlijk allemaal veel beter door. Wees je eens bewust van die stilte waarin dat lichaam accepteert en al een beetje zijn werk kan doen.